bezorgen aan dieren. Dat is wat mevrouw Roline aangeeft in het interview met TBN Prime Alert. Ze vertelt wat zij de afgelopen dagen heeft meegemaakt. Iets dat haar heel hard heeft getroffen, want ze is een echte dierenliefhebster. En wat haar hond is aangedaan, dat heeft ze dan gedeeld op social media. Wat organisaties in Suriname, die hebben hun ondersteuning toegezegd aan deze mevrouw, die zich morgen samen met de tegenpartij moeten aanmelden bij politie Lelydorp. We spraken met mevrouw Roline en zij deelt haar verhaal met TBN Prime Alert. Ik heb namelijk mijn hond, die is door hete olie door mijn buurvrouw gegooid. Dat is gebeurd op 22 juni. En ik was toevallig niet thuis die dag. Ik ben dat medegedeeld door mijn dochtertje van 6 jaar en de tuinman die dat heeft mogen meemaken. Dus ik heb dan dus de volgende dag daarna, dus heb ik gelijk dan aangifte gedaan. De politie gebeld, laat maar dat zo zeggen. Nog geen aangifte gedaan. En de reden dat die mevrouw dat heeft gedaan? De reden zij op pas afgelopen zondag te weten gekomen nadat de politie haar heeft aangetroffen thuis. En zij heeft als reden aangegeven van dat het praten niet helpt. Ze heeft gezegd dat ze een aantal jaren terug met mijn partner, mijn ex-partner nu momenteel. Dat is, kan ik zeggen, 3 jaar, 4 jaar terug. En toen had ik dan, we hadden dan toen zeggen, 6 honden hadden wij. En zij ondervindt last van die honden. En ze is vaker naar mijn ex geweest, waarvan ik ook niet op de hoogte was. In die periode draaide, hadden we ook een warung op Lelydorp, waardoor ik niet, bijna haast elke dag niet thuis was. En ik was meer in de zaak, dus ik weet niet wat er allemaal thuis afspeelt. En mijn ex heeft mij daarvan ook niet op de hoogte gesteld. Begrepen van haar dat er een helm is vernield en later daarna ook een birkenstok ook is vernield. En dat mijn ex haar heeft gezegd van dat hij dan een ander helm zou kopen, wat tot nu toe niet heeft plaatsgevonden. In hoeverre dat waar is, weet ik dat ook niet. Maar vandaar dat ze dan tot die daad is overgegaan. En ze heeft nooit aangifte gedaan bij de politie, omdat ze dat als volwassene wilt oplossen. Dat heb ik van de politieagent begrepen, wat ze allemaal heeft gezegd. En ik heb dan toen aan de agent gezegd, ik heb ze van, kijk, als zij als volwassene wilt optreden en dingen wilt oplossen, waarom is zij niet naar mij toegekomen om mij dan te zeggen van, ik heb last van je hond. Dan had ik zeker een manier gevonden of gezocht voor mijn hond, zodat mijn hond dan geen last meer is voor de buren of voor haar, als het ware. Maar dat heeft ze niet gedaan, ze heeft gewoon met opzet mijn hond eigenlijk pijn gedaan. Dus vandaar. En ze heeft de daad gepleegd vanuit haar woonkamer, vanuit het raam. Dus het kan niet zo zijn van dat het vanuit haar keuken is. Van oké, ga olie gooien. En toevallig was mijn hond daar. Dus dat is goed. Water, olie. Olie is hete olie. En ik heb mijn hond heeft die dag heel veel pijn geleid. Heeft gehuild, heeft gejankt. Wou gewoon niet eten. Die lag de hele dag op het balkon met heel veel pijn. Waar heeft hij allemaal brandwonden opgelopen? Op zijn rug. Rug. De volgende dag merkte je niet zoveel daarvan. Je zag wel het olie, het vet ervan. En de politie heeft dat ook waargenomen, want ze zijn die hond daar komen aantreffen thuis. En na 2 dagen is het helemaal slecht gegaan met die hond. Die brandwonden werden maar erger en erger. Het werd geïnfecteerd en zo, waardoor ik dan genoodzaakt was om dan de dierenarts te raadplegen. Van de dierenarts, dat was dierenarts Eva, die van haar heb ik pijnstillers gekregen. De volgende dag moest ik naar dierenarts Banse voor behandeling, want die hond moest onder narcose gaan voor verdere behandeling. Waardoor de kosten nu kwamen op 450 SRD en de nabehandeling zou ongeveer een 300 SRD kosten. Ik heb aan de agent gezegd van kijk, ik wil hebben dat die mevrouw dan gaat moeten betalen voor die kosten. Want ik heb er niet voor gezorgd dat ik nu zoveel moet uitgeven voor mijn hond. En dat mijn hond zoveel pijn heeft. En dat is het ergste voor mij, als het ware. Dus zij gaat ervoor moeten betalen. En heeft ze dat gedaan? Nee, dat heeft ze niet gedaan. Dat was afgelopen dinsdag dat ik met de kwitanties naar het politiebureau ben geweest. En ik heb dan toen de kwitanties getoond. De agent heeft dan de mevrouw gebeld om te komen op het bureau. Dat was al na lockdown tijd. En ze heeft de kwitanties ook gezien. Ze heeft ook gevraagd om foto's van de kwitanties te maken. Dat heeft ze ook gedaan.
haar man, ze was ook met haar man gekomen. Haar man zegt van ja, na Chintori, ook al moet hij 10.000 SRD neertellen of 20.000 SRD, hij gaat het betalen. De agent heeft mij daarvoor al gezegd, mevrouw, als zij dat bedrag betaalt, dan zijn we klaar met de zaak. Ik zei, ja, daar ben ik ook klaar ermee. Toch, ik wil van dat mijn hond de kosten betaald moeten worden. De agent heeft toen daar naar de inspecteur gebeld. Ik ben de inspecteur zijn naam even ontgaan. Gebeld, want die was toevallig niet op het werk. En die heeft aangegeven dat de mevrouw bereid is te betalen. Na het gesprek met de inspecteur heeft toen die mevrouw gezegd van ze gaat het niet vandaag betalen. En toen heeft de agent gevraagd waarom niet, want jullie hebben gezegd jullie gaan het betalen. En dan zijn we er klaar mee. Nee, we gaan het niet betalen, we hebben 2 advocaten betaald. Dat heeft zij gezegd aan de agent. Dus de agent heeft dan toen gezegd van ja, maar waarom hebben jullie, moest ik dan de inspecteur bellen om dat nou allemaal te zeggen aan hem. En nu dat ik dit weer moet komen horen, jullie hebben gezegd dat jullie gaan betalen. Zeg maar goed mevrouw, we gaan het even zo bij laten. Ik bel weer de inspecteur. Inspecteur gebeld, de inspecteur heeft gezegd dat zaterdag wij weer op het bureau moeten komen. Dat is morgen om 10:00 dat wij, ik en de tegenpartij ook weer op het bureau moeten zijn. Dus hoe het morgen afloopt, dat weet ik niet. Ja. Ja. En waarom heeft u toch gemeend om uw verhaal te delen via social media en nu ook de traditionele media? Ja kijk, voor mij, laat maar zeggen van kijk, als het de daad dat de buurvrouw gepleegd heeft, voor mij was het het beste van dat ze, als het ware, even goed water kon hebben gegooid op mijn hond, zodat mijn hond weg kon gaan. En of ze had eigenlijk naar me toe moeten komen en mij even daarop aangesproken van, ik heb last van je hond. Maar dat heeft ze nimmer en te nooit gedaan in die jaren dat ik daar bleef. En zij heeft ook gevraagd van wie voor de kosten gaat betalen voor de vernielingen. En ik heb de agent gezegd van, kijk, ik ga niks betalen. En de agent heeft daar ook gezegd van, mevrouw, dat gaat een beetje moeilijk. Omdat u, toen dat heeft plaatsgevonden, hebt u geen aangifte gedaan bij de politie. En de politie heeft dan niet waargenomen of het werkelijk die Birkenstock en de helm is. Want morgen kunt u zeggen van, het is ook een Nike-patta, het kan ook iets anders zijn dat vernield is geworden. En het gaat heel moeilijk, zodat mevrouw zegt van, dat zij ook voor die kosten moet betalen. En ja, wat ik ook duidelijk wil maken van, kijk, wij, ja, in Suriname als het ware, is het nog niet zo sterk van dat mensen echt van dieren houden. Dat er mensen zijn die van dieren, dierenliefhebbers zijn. En om te zeggen van, ja, de dieren hebben ons als mens alleen voor die hun liefde en aandacht kunnen geven. En wij mensen zelf, die roeien ook de dieren uit. Er is niemand anders na ons als mens. Toch, en ik wil dat even duidelijk maken aan de mensen die dieren aan pijn doen. Echt, hoe zeg je van, onschuldig pijn doen, ja, het kan gewoon niet. Ja, dus dat las ik ook in uw schrijven op social media. U schreef dat u zich niet kunt, u kunt het niet geloven dat mensen dieren zoveel pijn kunnen aandoen. Ja, en dat is nu momenteel mijn enig probleem, zodat als het ware van dit toch een beetje naar buiten komt nu. Het kan misschien met heel veel dieren al zijn gebeurd waar mensen zich dus niet hebben opgetreden en dat gewoon zo hebben gelaten. Maar ik ga dat niet pikken. Waarom ik dat ook zeg. Ik heb 6 honden eerder gehad. Ik heb daarna ook weer 4 honden. En al die honden van mij die zijn vergiftigd geworden. Ja, ik kom thuis aan en ik zie al mijn honden gewoon braken. Alles was blauw en zo. Ik heb geprobeerd om de honden te redden, maar dat mocht niet baten. En ze zijn allemaal de volgende dag dood te gaan. Vermoedelijk. Ik had geen harde bewijzen. Ik heb ook geen aangifte gedaan. Ik heb dat zo gelaten. Ik dacht van, ik ga dat overlaten aan de Almachtige. Die ziet alles. Ik heb dat niet aangetroffen. Dus ik heb geen aangifte gedaan. Maar nu dat ik hiervoor de harde bewijzen heb, dan ga ik wel optreden. Ja, wil ik wel wat ervan maken. Van deze, ja, zulke mensen moeten als het ware hun straf krijgen of een boete betalen. Ik weet niet wat de wet allemaal zegt, maar dat er toch wat moet komen. Ja. En ik zie dat u met uw bericht hebt geplaatst. U toch heel veel reacties hebt gehad, ook vanuit organisaties die opkomen voor dieren. Ja, klopt. En ik heb dat gedaan omdat zij als het ware nou de zaak verder wil brengen door het gezegd te hebben dat ze 2 advocaten heeft betaald daarvoor. En ik dacht van, ja, als ik dat simpel zou willen oplossen zodat jij de kosten kan betalen. Want als je een advocaat betaalt die bij een brief schrijven al 2500 SRI bijvoorbeeld vraagt. En wat is een 750 SRI voor jou om dan neer te tellen? Als jouw man aangeeft van, ik heb niks te maken met dat 10.000, 20.000 SRD die je wilt betalen. Maakt nu uit, moet niet naar Chintori. Wel, dan betaal dan die 750
SRI. Bij mij gaat het niet om dat geld. Ik heb dat geld niet nodig. Maar het gaat om een beetje bewustzijn van wat je die hond hebt aangedaan. Heb die gevoel. Want als jij dat met een dier kan doen, kan je dat ook met een mens doen. En ik voel mij als het ware nu niet meer veilig in de buurt. Want ik heb een openstaande put water daar thuis. Ik kom laat thuis. Ik ben de hele dag niet thuis. Ik ben aan het werk en daarna kom ik laat thuis. Ik weet niet wat er allemaal misschien in mijn waterput gezet kan worden, waardoor ik en mijn kinderen straks ziek kunnen worden. Ja, ik vul nu elke dag water, zodat ik water naar huis kan brengen om te drinken en te baden. Ik vertrouw niemand meer. Ja. Een beetje vrees is erbij. Klopt. Mijn hond is nu momenteel bij mijn vriend aan de Maurienlaan. Die heeft alle zorg over de hond genomen en het gaat de goede kant op met de hond. Maar in de afgelopen week, nu 2 weken straks, hebben we heel veel te verduren met die hond. Heel veel pijn en tot nu toe zijn we die hond aan het behandelen. En ik begrijp dat mensen via social media hebben aangegeven dat ze u morgen ook daar zullen komen ondersteunen. Ja, ik heb ze als het ware die ondersteuning gevraagd omdat ik ook meer over het bewustzijn en dat ze van er zijn toch mensen die van dieren houden en dieren willen beschermen. Vandaar dat ik ook die ondersteuning heb gevraagd voor morgen. Ja, dat alleen. Ja. Dus als mensen u toch willen komen ondersteunen, hoe laat en waar moeten zij zich aanmelden? Morgen moet ik er om... Zaterdag, hè? Ja, morgen. Ja, zaterdag moet ik er om 10 uur op het bureau zijn. Maar ik ben altijd voor 10 uur al daar. Zeg, 9:45 ben ik al daar. Ja, tegen die tijd kunnen ze dan al daar komen. En dat is politie van Lelydorp? Lelydorp, ja. Lelydorp, klopt.